We zijn onderweg met de boys, 14 jaar. En we hebben daar een goede start voor de Greenhopper. Maar Harry Lafrijzen is het allerbeste weg. Luiz Gestel aan de leiding, dus daarachter Lion Door. Lion Door, Matthijs Vroeg op plaats nummer 2. Daarachter is het de Greenhopper. Yes, Beskers op een derde plaats. En daar weer achter, dat ga ik u zo dadelijk vertellen. Dat kon ik net niet meemaken. Leroy van Arsenal had ik het idee. SSC Amazonia op een vierde plaats. Maar aan de leiding is het Mister Harry Lafrijzen. Deze man die ga ik volgende week tippen hoor voor het Nederlands kampioenschap in Baren. Daar zal hij natuurlijk ook achter de prestaties geven. Maar vandaag gaat hij de meeste puntjes voor zijn club binnensprokken. Althans, als hij dat weet, houdt hij natuurlijk die leidende positie van Matthijs Vroeven. Die komt heel dichtbij hoor. Matthijs Vroeven zit er vlak achter. Harry Lafrijzen gaat op de finish af en pakt inderdaad een overwinning. Harry Lafrijzen, de deurtrappers, de volle winst. Gaan we weer door naar de volgende klasse, de sportklasse.